Als het gaat over de Regency-periode, denken we vaak aan de glitterjurken uit de serie Bridgerton en de romantische scènes uit Pride and Prejudice. Maar in hoeverre klopt dat eigenlijk? De studenten van de Radboud Universiteit leren tijdens de maand van de geschiedenis hoe het er vroeger echt aan toe ging. Samen met docenten hebben ze de hal van het Erasmusgebouw omgetoverd tot een heuse balzaal die zo uit de Regency-periode lijkt te komen. Nou, het doel van de activiteit is om mensen vooral te laten nadenken over wat echt is en wat nep is. En de wereld van het Hof is daar heel erg mooi voorbeeld van. Want dat ziet er anders uit dan in series als Bridgerton of Pride and Prejudice. Tijdens de maand van de geschiedenis gaan ze op zoek naar het onderscheid tussen echt en nep. Ja, we zijn wel bekend met Bridgerton. Het is een beetje een verboden woord bij ons geworden. Omdat er toch wel een paar dingen in de serie zijn waarvan we denken, nou... Soms gaan de dansen iets te close, terwijl er eigenlijk altijd wel een beetje ruimte voor Jezus bleef. En ook de kostuums zijn soms of net te oud eigenlijk voor de periode. Tot op zekere hoogte zitten natuurlijk elementen in die waar zijn, die waar gebeurd zijn. Maar je moet ze toch ook met een stevige korrel zout nemen, zou ik zeggen. Soms ontstaan er misvattingen en dat is dan wel een nadeel. Bijvoorbeeld heel veel mensen denken nog steeds dat korsetten heel erg schadelijk kunnen zijn. Terwijl die eigenlijk juist oorspronkelijk bedoeld waren om heel erg ondersteuning te bieden. In een workshop leren studenten meer over dit soort misvattingen en over hoe een bal er echt uitzag, inclusief de dans. Ik hou echt van hofcultuur, dus ik vind het heel erg leuk om dit soort dingen echt te ervaren. Ik dacht dat het heel ongemakkelijk ging worden, maar het was echt hartstikke gezellig, het was hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk geleerd hoe leuk hofdansen eigenlijk kan zijn. Dus ik heb ook meteen een folder meegepakt en wie weet ga ik nog wat proeflessen volgen.